Meestal weten we het heel jong al, hè? Van, uh, van kleins af aan. Dus we worden heel jong al geboren in contact met al die prachtige gaven. En dan uiteindelijk vergeten we het. Dus het gaat uiteindelijk om herinneren. Dus het gaat uiteindelijk om dieper voelen. Dus het gaat uiteindelijk om dieper in je hart zijn. Het gaat er uiteindelijk om hoe. Hoe meer je open naar je hart en je ziel, hoe duidelijker je, je spirituele gaafs worden. Hoe dieper je je zakt in je eigen lijf. Voelen, 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 voelen. Durf te voelen. En ook door die um, trauma's en emoties heen te durven te bewegen, ontstaat er ruimte voor je ziel. En doordat er ruimte voor de ziel komt, kan de ziel de ruimte innemen in je lijf. En waardoor dus die activatie van de ziel aangaat. En die leeft dan door jouw lijf heen. En die laat uiteindelijk dus ook zien wat de spirituele gaven zijn. Dus dat is de weg. Maar ontspannen? Nee, zeker niet, Minette. <laughs> Dat is zeker geen ontspannen trip. <laughs> Uiteindelijk wel. Uiteindelijk is het dat je achteraf naar het terugkijkt... en dat je denkt... Damn, I did that. Oh, relaxed. Ik ben zo blij dat ik hier ben. Ik voel me zo onwijs top. Dat. Maar die weg is gewoon een fucking berg. Het is gewoon uh, dat je denkt... Nou, ik weet het niet... Maar ontspannen zeker niet. Ontspannen is uiteindelijk het resultaat wat je krijgt als je er doorheen beweegt. En vanuit die ontspannenheid en vanuit die hervonden ruimte. Open, openen je spirituele gaven zich. Ook ga, is het al, en dan om het nog wat. Op een andere perceptie manier te zeggen, zodat jullie allemaal al zoiets hebben van: oké, okay, wat zegt ze nou? Maar in de diepte is het al bepaald wanneer en welke spirituele gaven er aangaan voor jou op een bepaalde plek, in een bepaalde tijd en in een bepaalde ruimte. Het is al bepaald. Het is je weg. Dus voor mij was het al bepaald dat op mijn zestiende alles open ging. En bij mij was het al bepaald hè, bepaald vanuit God of vanuit het licht, vanuit het universum. Dat ik een bepaald pad heb en dat ik een bepaalde gaven daarvoor gekregen heb. Om die uiteindelijk voor mezelf te gebruiken. En voor de greater good of life. Hè? Maar dat is, dat is mijn weg. En hoe mijn spirituele gaven aangegaan zijn, is door een bijna doodervaring op mijn zestiende. Dus je hebt vanuit boven, vanuit ziel, vanuit voordat je geboren werd, al gekozen voor dit leven. Precies hoe het zou lopen en dus ook al precies uitgestippeld wanneer die spirituele spirituele gaven voor je geopend worden in jezelf. Dus dan ga je denken, oh, dan moet ik gewoon alleen zitten af te wachten. Um, ja, ergens in de diepte wel, en ergens in de diepte dus vertrouwen te hebben op het pad waar je het momenteel aan belopen bent. En ergens zit je nu naar mij te luisteren, en zitten jullie allemaal naar mij te luisteren. En dat je vertrouwen hebt in de keuze die jouw ziel gemaakt heeft voor dit leven. En dat die exact weet wat te doen en wanneer die een bepaalde rol gaat spelen in jouw leven. En doordat je hier al zit, resoneer je al met deze thematieken en met deze dingen. En wil je jezelf hier al in verder ontwikkelen. Dus daarmee kan je eigenlijk al lezen dat je ziel zich al op een bepaalde manier op de voorgrond aan het bewegen is. En zo maak je er wel een soort empowering verhaal van. En daar resoneert jouw ziel ook weer mee. He, resoneren is iets wat je ziel in je hart doet. Dus het is een aanmoediging van mij naar jullie. Om vertrouwen te hebben. En vooral moed ook te tonen. In de tijden dat je zoiets hebt van. Dit wordt wel heel moeilijk of ik voel me heel kut of ik weet niet meer of ik het kan of ik ben depressief of ik heb depressieve gedachten of ik vind het leven kloten of noem alles maar op. Maar juist dan deze woorden te herinneren dat het moedig is dus waar je doorheen gaat. Dat je hart dit kan dragen. Dat het je gegeven is op dit ene moment dat je het aan kan. En dat er na deze ruimte nieuwe ruimte is voor mijn ziel. Waarin er nog meer ruimte is voor een activatie. En waarin de activatie vanzelf aangaat waar ik niks meer voor hoef te doen. Dat is de weg van de ziel. Durven we de weg van de ziel te volgen? Dat is een interessante. Durf ik de weg van mijn ziel te volgen? Of mijn hogere zelf? Ja. Ik wel. Het is een afspraak die je maakt met jezelf. Dat je ja zegt tegen je hogere zelf. Dat die meer mag bepalen op de dag zelf en dat die het voor het zeg heeft. In plaats van je hoofd of je buik. Ja, maar jij bent de koning of de koningin van jouw apparaat. Dit wat hier zit. <laughs> je apparaat. En. Wees dan ook een koning of een koningin van je apparaat. Laat je niet zo als een soldaatje behandelen of als zo'n trekpop. Neem ownership. Bepaal wat jij wil dat dat apparaat doet. Dat heet meesterschap. En jij hebt het woord zeggen. En dan heb ik het over de ziel. En het hart. En dan heb ik het over de hogere zelf. Die hebben het voor het zeggen. En dan heb ik het over je mind die mooi gepolijst is en gefocust is en die heel helder en duidelijk aanwezig is en zegt, hé, hey, dit is helemaal fijn zo. Mijn buik of mijn hoofd. Maar we luisteren naar ons hart. En als ons hart aangeeft dat het wil huilen. Of dat het ergens doorheen wil bewegen, dan doen we dat met moed. Want ik heb moed gekregen van boven. Heel veel. Heel veel. Heel veel. Bewegen we er doorheen, ademen we er door in en uit. Staan we op als ware koningen en koninginnen. Gaan we weer verder vooruit. En als we tien stappen of honderd stappen of duizend stappen gedaan hebben, ontsluit zich een spirituele gave, want die hebben we op dat moment nodig. Dus galactisch reizen toevallig. Oké, okay. sweet. En dan ga je eens kijken wat dat voor je kan betekenen. En dat heet spelen, spelenderwijs leren. Je weet het zelf van binnen allemaal al. Geef jezelf dan ook de ruimte en het vertrouwen dat je het zelf heel goed weet van binnen. En je kan door dit soort dingen, wordt je aangetikt op bepaalde punten waarvan je denkt, hé, hey, ja, 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 allemaal knopjes die nu, ja, ja, wow, ja, zegt, ja. En dat is dus waar ik het over heb. Dat, ja, wow. Die, die wil je hebben, en dan meer en meer en meer en meer en meer en meer en, meer, en nog meer. De stad.